Oké, hoe formuleer ik SMART-doelen voor mijn pop? Persoonlijk ontwikkelingsplan, om nog even te zeggen. Weet jij nog wat SMART-doelen zijn? Ja, neem me weer helemaal terug naar mijn opleiding. Ja. Mijn ervaring bij net als met pop was dat het altijd als een moetertje voelde. Maar was super belangrijk. Ja. Dus ik keek er altijd heel erg tegen op. Maar wat mijn ervaring is dat als je SMART-doelen wegzet, dat je ze pas nadat je een concreet iets voor jezelf hebt weggezet, daarna pas controleert of ze echt smart zijn. Ja. Want anders ga jij iets in een format invullen wat vaak waar je het echt gaat overdenken. Ja, precies. Dan ga je te veel nadenken, waardoor het heel onnatuurlijk wordt eigenlijk. Wordt het heel onnatuurlijk en dan is het niet echt vanuit jezelf geïnterpreteerd. Ja, dat herken ik wel. En weet je eigenlijk waar SMART voor staat? Ongeveer. Nou, ik zal je daarbij helpen. Specifiek, meetbaar. Acceptabel. Acceptabel. De R van realistisch. Yes. Heel belangrijk. En tijdgebonden. Ja. En eigenlijk wat het in het kort inhoudt, specifiek vooral omdat je moet weten waar je heen wil. Kan er geen discussie ontstaan achteraf over wat nou ook weer precies jouw doel was? Dus is het niet te abstract of te onduidelijk? Ja. Meetbaar, dus kun je het controleren. Kun je achteraf echt meten of daadwerkelijk ook dat doel is gelukt of dat is uitgekomen? Nou, en acceptabel omdat het wel in lijn moet zijn met wat de organisatie bijvoorbeeld wil of dat niet lijnrecht tegenover elkaar staat. Zodat je ook weet dat je er wel kunt komen. Ja. Oké, en dan de R? Ja, realistisch. En jij kan wel CEO willen worden binnen 2 weken, maar is dat haalbaar, zeg maar? En tijdsgebonden. Wil je eigenlijk gewoon weten, wanneer moet die af zijn? En wanneer weet ik of ik er ben? Op die manier, als je voor jezelf een tijd stelt om je doel te bereiken, dan is dat als het ware een stok achter de deur dat ik dat ook daadwerkelijk ga doen. En dat ik dat tussentijds kan meten of dat ook daadwerkelijk lukt. Ik ben wel de laatste tijd een beetje aan het nadenken van, waar wil ik over een jaar staan? Wellicht wil ik dan een andere functie zitten. Dus ik wil eigenlijk nu binnen een jaar weten wat ik leuk vind binnen het bedrijf. En ik probeer daarom met mensen mee te lopen. Dus eigenlijk als ik nu heel kort mijn doel zou samenvatten, wil ik binnen een jaar tijd weten wat voor functie ik hierna leuk vind, na mijn huidige functie. En dat wil ik bereiken door voor eind van het jaar met 3 collega's op een andere functie mee te lopen. Als we hem dan doorlopen. Oké. Is die specifiek voor jou? Misschien rommelt die nog. Misschien kan ik nog even concreter voor mezelf gaan bedenken welke 3 functies dat sowieso zijn. Meetbaar. Volgend jaar kan ik dus kijken van, heb ik dit gedaan? Wat ook fijn is, is natuurlijk als je manager erachter staat en je ruimte geeft. Dus daar in die zin weet ik dat. Dus is de SMART-doelstelling ook acceptabel. Daarnaast ook realistisch, want ik denk wel dat het haalbaar is om 3 dagen te vinden in de komende 6 maanden om dit te gaan doen. En tijdsgebonden, ik wil het binnen een jaar weten. En ik wil het voor het eind van het jaar dan met 3 mensen meegelopen hebben. Ja. Goeie. Dus ik denk dat we hem zo hebben. Ik denk het ook. Check hier nog meer afleveringen van What the Fuck of drop jouw vraag in de comments.